Goedenavond. Zie al een eerste kijker. Goedenavond iedereen. Hallo, dag Brenda. Hallo, dag Julie. De standaardvraag van iedereen: kan er mij al iemand bevestigen of dat het geluid en het beeld en de lichtinval oké is? Hier zijn we weer, Isabel, inderdaad. Terug tijd voor een live. Iedereen stroomt vlotjes binnen. Hallo Elke, hallo Celine. Oh Yannick, Julie. Alles is prima. Oké, super. Fantastisch. Ah, super. Oké. Goed, terug tijd voor een live op dinsdag, de Casual Tuesday. Ik heb gekozen om vandaag casual make-up te doen. Vooral casual op het gelaat. Ik ga de aandacht wel leggen op de ogen. Ik heb een ooglook gekozen die past bij elke kleur van ogen. Dus het is voor iedereen van toepassing vanavond. En ik heb ook gekozen om een kleine link of een kleine knipoog te doen naar Valentijn dat er binnenkort aankomt. Hebben jullie al plannen voor Valentijn? We kunnen niet zo heel veel doen, maar misschien een takeaway of iets anders lijkt mij wel leuk om te doen, hè? Oké, super. Ja, ik kan mezelf zeker ook even voorstellen. Mijn naam is Sarah en ik ben visagiste bij 100%. Dus sommigen van jullie zullen mij misschien al gezien hebben op een van de workshops. Waar ik trouwens enorm naar uitkijk om terug op te starten. Hopelijk kan dat in maart, maar dat zullen we zien. Maar kijk er naar uit om jullie allemaal daar terug te zien en terug onder het volk te zijn in de plaats van via de live. Dus voilà. Ik ga starten met een primer aan te brengen. Ik gebruik altijd een mineral primer. Deze is voor mij geschikt omdat ik een redelijke vette huid heb. Zelf in de winter blink ik nog snel. Dus daar is de mineral primer goed voor. Heb je eerder een droge huid, zeker ook nu in de winter, kan je ook de Wilde Beauté gebruiken. Die is voedender en beter voor mensen die een droge huid hebben. Dus de primer, een klein emmertje, dat hoeft niet te veel te zijn. Verdelen op het gelaat. Ik zie hier al een paar vaste fans. Altijd leuk als jullie aanwezig zijn. Zo, mooi verdelen over het volledige gezicht. Ideale basis om mee te starten. Dat is een stap die ik nooit oversla, omdat dat toch uw huid prept en klaarmaakt om daarna de make-up aan te brengen. En ik vind ook dat de make-up hierdoor veel langer gaat blijven. En dat het vooral ook goed gaat hechten aan de huid. Hè. Dus die primer vind ik wel belangrijk om aan te brengen. Kan zowel de mineral primer zijn, de Wilde Beauté. Dus daar kan je kiezen afhankelijk van je huid, welke dat je voorkeur geniet. Voilà, dat zit er snel op. Voor het volgende stapje ga ik eerst. Ja, ruikt ook inderdaad super lekker die primer. Ook de Wilde Beauté heeft echt een fantastische geur. Dus zeker aan te raden om te gebruiken. Hè. Ik ga starten met mijn ogen wat te concealen. Dat is op camera niet super duidelijk, maar ik heb toch wel wat. Ja, blauwe kringen onder mijn ogen. Dus ik vind het altijd leuk om eerst een concealer aan te brengen. Voordat ik de concealer doe, ga ik ook de eye primer eventjes onder mijn ogen aanbrengen. Niet te veel, maar dat gaat de lijntjes zo wat opvullen. En ik vind vooral dat mijn concealer dan beter ook hecht, langer blijft en minder in mijn lijntjes gaat kruipen als ik het ga aanbrengen en als je een hele dag ja, moet genieten van de make-up. Dus gewoon een klein streepje, niet te veel. Ja, de illumination kan je inderdaad ook gebruiken. Geen gemakkelijke naam. Ik moet altijd twee keer nadenken voordat ik hem uitspreek. Voilà. Mooi uitblenden.
Met de concealer brush. Dat is een heel gemakkelijke borstel om alles te doen rond de ogen qua concealer, omdat je daar echt mee in het puntje van je ogen kan gaan. Zo. Voilà. En dan ga ik de concealer aanbrengen. Qua concealer hebben we eigenlijk heel veel keuzes. Mijn voorkeur gaat uit naar de waterproof concealer. Dat is ook gemakkelijk een kleine stick dat je gewoon kan opendoen. Ik gebruik de 1.0. De 2.0 is voor mij te donker. Maar als je een meer gekleurde huid hebt, kan je zeker de 2.0 ook gaan gebruiken. In de zomer ga ik bijvoorbeeld sneller dan naar de 2.0 gaan. Ook voor op buisjes aan te brengen of zo, kan je die zeker gaan gebruiken. Een klein streepje, een driehoekje onder de ogen. Je kan dat ook rechtstreeks op de concealerborstel aanbrengen. En dan uitblenden onder de ogen kan ook zeker. Klein beetje hier. Ik heb hier vaak wel wat roodheden tijdens de winter. En dan heb ik natuurlijk ook wel wat buisjes rond mijn mond. Ik vermoed van het mondmasker. Maar daarvoor is de waterproof concealer ook perfect om te gebruiken. Ik kan daar heel goed mee de buisjes gaan verdoezelen. En gaan wegsteken. Niet te veel gebruiken, want als je een te dikke laag gaat opbrengen op buisjes, op acne, dan kan het zijn dat je dat zo wat ziet liggen daarop. En dan mooi deppen en uitblenden opnieuw met de concealer brush. Ja. Ik heb soms ook een rode neus, dus dan doe ik dat er een klein beetje bij. De stick ruikt zo naar schmink van mijn oma vroeger, vind ik. Ik begrijp eigenlijk wel wat je bedoelt. Ik zal zo starten met de primer die dan wel heel lekker ruikt. Ik ben aan het proberen om de vragen ook mee te volgen. Maar als ik een vraag niet beantwoord, mag je zeker nog de vraag eens opnieuw stellen. Misschien dat ik het dan de tweede keer wel zie. Voilà. En dan trashje doe ik op mijn ooglid al een beetje. Dus zoals je ziet ga ik niet gaan wrijven in cirkels, maar ga ik vooral in kleine bewegingen goed gaan deppen en gaan uitwrijven onder mijn oog. En dan mag je echt zo in die driehoek gaan werken. Hè? Dat is toch al een groot verschil. Hè? Die concealer doet wonderen, vind ik. Als je een keer wat minder geslapen hebt, concealer bij de hand en opgelost. Zo, aan de andere kant hetzelfde. Goed deppen. Mooi product gaan uitwrijven. Ook hier zorg dat je niet te veel concealer gebruikt, zodanig dat dat opnieuw niet in de lijntjes gaat kruipen. Die eye primer werkt daar zeker voor. Maar het is belangrijk dat je het goed gaat opwarmen met je penseel of eventueel een keer met je vingers. Zodanig dat dat niet in die lijntjes gaat kruipen. Voilà. Zo. En dan gaan we nog om die concealer vast te zetten, om ervoor te zorgen dat die echt heel de dag gaat blijven en een hele dag de blauwe kringen onder mijn ogen gaat verstoppen, ga ik daar nog een klein beetje gaan vastzetten met een poeder. Ik gebruik daarvoor de Loose Mineral Foundation, de 2.0. De 1.0 is ook zeker goed. De mat kan ook daarvoor, of de Glow Setting Poeder kan je daar ook zeker voor gebruiken. Dus ook daar weer heb je verschillende opties. Ik gebruik de 2.0, die heeft zo'n gelere ondertoon. Ik vind dat iets beter aansluit, omdat ik ook soms rode lijntjes heb. En dan wil ik wel wat wegblijven van de roze ondertoon. Heel klein beetje in het dekseltje. Niet veel. Terug mijn concealerborstel. Mag gaan opnemen. Goed uitkloppen dat je niet te veel poeder neemt. En dan opnieuw zachtjes gaan deppen onder het oog. Ja. En aan de andere kant. Vinden jullie trouwens van het weer, al de sneeuw? Ik ben blij dat ik niet op de baan moet met mijn auto. Ik ben daar geen grote fan van. De roze ondertoon zijn de oneven nummers. De gele ondertoon hebben de even nummers. Dus de 2.0, 4.0, 6.0 hebben eerder een gele ondertoon. En de oneven nummers, de 1.0, de 3.0 en de 5.0 hebben dan eerder de roze ondertoon. Voilà, niet te veel. Gewoon een klein beetje poeder aanzetten met concealer brush, zodanig dat dat goed vast zit.
Voilà. Dan vind ik dat ik er al veel frisser uitzie doordat je onder de ogen wat opgelicht hebt en die blauwe kringen wat weggewerkt hebt. Ja, heel blij met het telewerk, inderdaad. Het is niet echt ideaal weer om veel buiten te moeten zijn. Nu, het is wel leuk om buiten te spelen in de sneeuw, dat vind ik wel fantastisch. De glow, is dat met een glitter of wat is juist het verschil met de mat? Ja, de matte setting poeder is inderdaad uit een matte kleur. En de glow zit een heel kleine glitteren. Dat is heel subtiel. Dat is niet dat je dat aandoet en dat je bijvoorbeeld een highlighter aandoet. Dat is veel subtieler, maar dat zorgt wel voor die extra gloed in het gelaat. Als je bijvoorbeeld eerder een droogheid hebt, dan kan die glow wel een mooi effect geven om wat extra, ja, een extra gloed, wat extra te brengen in het gezicht. Zo'n extra kleine glans. Kan de concealer vervangen worden door de liquid foundation? Ja, absoluut. En dan zou ik daar de 1.0 voor aanraden, de lichtste kleur. Het is wel belangrijk dat je onder de ogen gaat gaan oplichten, dus dat je zo licht mogelijk gaat gaan werken. Vaak zeg ik ja, 1 tintje lichter dan je natuurlijke huidskleur is ideaal voor te concealen. Dus de concealer kan je gebruiken, de waterproof concealer of de liquid foundation kan ook zeker aan vast. Voilà. Voor de rest van het gelaat, ik zei een casual Tuesday, dus voor mij mag het wel snel gaan voor mijn gelaat. Natuurlijk ga ik nu wel uitleg geven waardoor het wat langer duurt. Maar ik ga dus niet werken met een liquid foundation voor mijn volledige gelaat. Ik heb mijn puistjes wat verdoezeld met die waterproof stick en voor mij is dat voldoende. Wil je een nog dekkender effect, dan kan je wel ervoor kiezen om nu nog eerst een liquid foundation te gaan aanbrengen. Ik ga onmiddellijk over naar het poeder. Nu in de winter zit ik op de 3.0 met de roze ondertoon. In de zomer zit ik eerder naar de 5.0. En een hele goede tip dat ik zelf vind om ervoor te zorgen dat dat echt een heel dekkend resultaat heeft en een mooi resultaat, ga ik mijn kabuki-borstel die ik daarvoor gebruik eerst eventjes nat maken met de fixeur. En dus gewoon 1 of 2 keer sprayen en dan is die goed nat. Daarna je product niet te veel opnemen met je borstel. Even erin doppen. Goed draaien. En dan op het gelaat. En dan ga ik een keer draaien. Overal wat product aanbrengen. Voilà. En dan goed in masseren. Door het product op te warmen gaat dat zich gaan hechten met de huid. En heeft dat een mooi natuurlijk effect. Ik blijf nu weg onder mijn ogen omdat ik daar al een concealer met een poeder heb gezet. En anders ga ik terug dat wat gaan verdonkeren. Voilà. Waarom gebruik je die één keer een roze ondertoon en dan weer een gele ondertoon? In mijn gelaat zelf heb ik niet zoveel roodheden. En als ik voor mij een gele ondertoon gebruik op mijn gelaat, dan wordt het wat te geel. En is dat niet zo'n supermooi effect voor mij. Maar als ik die roze ondertoon ga gebruiken onder mijn ogen, hier heb ik wel vaak rode lijntjes. Dus vandaar dat ik op dat moment dan de gele gebruik. Voilà. Als je de Loose 2.0 gebruikt om op te lichten onder de ogen, zou ik dan eerder naar de Glow gaan. Die is nog wat lichter, wat transparanter, waardoor dat je nog een extra effect hebt. Ja, potjes altijd toedoen, altijd dichtdraaien en dan nog een deksel op, wat dat eigenlijk de dubbele beveiliging geeft. Want anders, als je potje open doet, kan het zijn dat er heel veel poeder uitkomt. Dus gewoon, ik draai dat altijd een heel klein beetje open. Dat product afkloppen. Ik ben daar te lui voor. Brenda, dat is maar een kleintje. Voilà, voor mijn tweede laagje ga ik hem niet nog eens nat maken met de fixeur, maar ga ik gewoon mijn poeder opnemen. Ik vind het voor mijzelf het mooiste. De eerste keer het eerste laagje met de fixeur om echt een mooie dekkende resultaat te krijgen. En dan de tweede keer gewoon het poeder opnemen. En dan krijg je zo dat fluweelzacht effect dat de liquid, dat de Loose Mineral Foundation toch heeft. Hè? Voilà. Een beetje in de nek.
Ja, Luus, als ze inderdaad blijven staan op je make-up tafel. Ik steek ze altijd in mijn grote Saint Pursin koffer die ik nu gekocht heb, waar ik heel blij mee ben. En dan zitten ze natuurlijk schuin, waardoor dat ik ze altijd voor de zekerheid dicht doe. Maakt de fixeur zo'n groot verschil? Ik vind persoonlijk van wel. Ik had die tip ooit keer gehoord ook van een andere visagiste. Ik had dat dan geprobeerd en ik vond echt wel dat, dat het een iets meer dekkend resultaat geeft dan wanneer dat je enkel en alleen wanneer dat je hem zonder de fixeur gebruikt. Zo. Voilà, de basis voor mijn gelaat is klaar. Nu ga ik een beetje kleur er gaan inbrengen, want het is allemaal heel effen. In de winter ben ik ook niet zo bruin, in vergelijking met de zomer natuurlijk. Ik ga vandaag niet contouren, dus ik ga geen schaduwen gaan brengen in mijn gelaat. Contour doe je met koele bruine kleuren, waarbij dat je onder de jukbeenderen, onder het hier en op het voorhoofd wat schaduw kan gaan aanbrengen, waardoor dat je meer vorm in het gelaat kan steken. Wat ik wel ga doen, is een beetje bronzen. En bronzen is de huid met een warme bruine toon eigenlijk gaan opwarmen, zodanig dat er wat meer, alsof dat je net toch even in de zon hebt gezeten. Ik gebruik daarvoor de bronze blush. Die vind ik echt super mooi, zowel om als blush te gebruiken als bronzer te gaan gebruiken. Dat is een bruine, warme kleur, maar er zit daar zo'n mooie, gouden, subtiele glitter in. Opnieuw wat in mijn potje. Daarvoor gebruik ik de powder brush. De powder brush is gewoon een grote borstel met haartjes die ver uit elkaar. Dus dan ga je echt een heel mooi, luchtig resultaat krijgen. Ik ga dat gaan opnemen. Veel stof. Goed draaien. Hier afkloppen en dan ga ik dat plaatsen waar dat de zon het eerste komt. Dus hier, op de neus, op het voorhoofd. Dus heel subtiel, maar toch geeft dat echt dat extraatje op de kin. Nog een heel klein beetje benen. Dat is echt een super gemakkelijke borstel om mee te werken, om dat heel luchtig aan te brengen, aangezien dat dat echt zo'n grote borstel is. Voilà. Dan vind ik dat dat toch wel zo, die warmte in uw gelaat echt naar boven brengt. Ja, brons kun je zeker en vast met de blushbrush ook aanbrengen of als blush gebruiken. Maar ja, met die poederborstel vind ik dat echt een luchtig, mooi resultaat. Je mocht die zeker ook over het volledige gelaat aanbrengen, zolang je maar wegblijft onder de ogen, dat je dat vooral gaat blijven oplichten. Hè. De powderbrush. Nee, ik was poederenborstel aan het denken. Ja, dank je Charlotte om even te helpen. Voilà. Dus vooral op het voorhoofd, neus, kin en de wangetjes. Zo. Goed. Dan, volgende stap ga ik een beetje blush aanbrengen. Ik ga vandaag de blush aanbrengen met een lippenstift, met de minerale lippenstift, de Rosé d'Or. Vind ik ook heel mooi om als blush te gaan gebruiken. En aangezien dat het een minerale lippenstift is, kan dat zeker geen kwaad om dat gewoon ook als blush te gebruiken op je gezicht. Hè. Dus hoe ga ik dat doen? Ik ga een paar streepjes zetten op de plaats waar dat ik mijn blush wil aanbrengen. Dus blush breng je aan op het jukbeen. En afhankelijk van welk effect dat je wil, kan je gaan spelen. Oftewel ga je dat echt hier op die appeltjes gaan aanbrengen, waardoor dat het gezicht iets geronder wordt. Oftewel ga je dat mooi op de lijn van je jukbeen gaan aanbrengen, naar boven toe, waardoor dat je gezicht optisch gaat omhoog getrokken worden en gaat versmallen. Dus aangezien dat ik niet wil dat mijn gezicht ronder wordt, ga ik dat vooral hier op het jukbeen aanbrengen. Voilà, gewoon een paar streepjes. Niet te veel. En dan ga ik daar de Flat Kabuki voor gebruiken. Deze platte borstel waar ik daarnet ook de primer mee heb aangebracht. En dan ga ik dat mooi gaan uitblenden.
Dag Evelien, fijn dat je er ook bent. Voilà. Heel mooi effect vind ik persoonlijk. Supernatuurlijk. Maar toch alsof dat je ja, van buiten komt en even een blosje hebt op je wangen. Zo. Je kan, als je het nog te weinig vindt, als je zegt van voor mij mag de blush wel wat meer uitspreken, kan je oftewel nog eens het aanbrengen. Ik heb de rosé d'or gebruikt, maar eigenlijk zou je dat kunnen doen met alle lipstiften. Terug een paar streepjes. En dan. Nee, ik heb eigenlijk geen vlekken. Doordat ik dat mooi indraai in de huid met die flat kabuki, gaat dat mooi gaan smelten. Voilà, de rosé d'or. Voor mij is dat voldoende. Voor een casual look moet dat voor mij niet meer zijn. Wat je ook zou kunnen doen als je zegt, voor mij mag het nog iets meer zijn, is bijvoorbeeld de blush prune. Daar nog een klein beetje, heel lichtjes, nog een keer gaan boven zetten. Dat zou je ook perfect kunnen doen. Of nog een beetje extra met de lippenstift. Voilà. Oké. Die bronzer lijkt subtieler als Soleil Brunet. Kan dat? Goh, in de brunette zitten iets donkerder en ook koelere tinten. En vaak ook doordat je dat met de blushborstel doet, kan dat wel wat dieper zijn van kleur of wat meer effect hebben. Maar het is vooral ook de kunst om bij de bronzer ook niet te veel te gaan gebruiken, hè. Dat je niet ook dat je het subtiel laat door weinig aan te brengen. Oké, voordat we aan de ogen starten, ga ik nog eerst mijn wenkbrauwen aanzetten. Mijn wenkbrauwen zijn redelijk. Oh, ze zijn lief, dank je, Diane. Mijn wenkbrauwen zijn redelijk goed van zichzelf. En ik ga gewoon ik ga de blonde gebruiken, de blonde penseeltje. Mijn wenkbrauwen zijn redelijk donker, maar ik vind voor mezelf, als ik daar nog eens het brunet op zet, dat het te donker wordt en dat het te veel. Dat ik te streng word. Buiten als ik het blonde potloodje gebruik, gaat dat gewoon mooi gaan opvullen en gaat het niet intenser worden. Dus ik plaats allemaal kleine streepjes en ik ga vooral mijn eigen vorm van mijn wenkbrauwen gaan volgen. Hier ga ik wat naar omhoog tekenen en dan naar beneden. Voor je wenkbrauw, dit is het punt waar je mag starten. Dit is het punt waar je mag eindigen. En hier door je oog is het hoogste punt van je wenkbrauw. Dat is altijd handig als je je wenkbrauw wilt bijtekenen, dat je weet welke vorm dat je kan gebruiken. Hetzelfde ook, kijk, hier aan de andere kant zie je dat ik gewoon wel zo wat gaatjes heb. Dus opnieuw kleine streepjes. Ja, dat klopt, hè, Brenda. Het is inderdaad intenser met de blushborstel. De powderbrush heeft een mooi, echt zacht, natuurlijk resultaat. Door dat hij zo fluffy is. Voilà. En dan eens borstelen om het goed te laten mengen met mijn eigen wenkbrauwen. En dan is dat ook klaar. Wenkbrauwen kan je even goed met potlood als met poeder gaan doen, oogschaduw. De café bijvoorbeeld is een ideaal alternatief. Dan heb je een oogschaduw en een wenkbrauw kleur bij in 2-in-1. Dus dat is ook gemakkelijk. Voilà. Dan ga ik over naar de ogen. Dus zoals ik zei, is het mijn knipoog naar Valentijn. Want ik heb kleurtjes uitgekozen die ja, wel een link kunnen hebben met Valentijn. Voor mij dingen die niet kunnen ontbreken op een Valentijnsavond of dag. Maar toch niet te zwaar, waardoor dat we het nog casual gaan houden. De eerste stap is denk ik jullie niet onbekend. Dezelfde eye primer die ik onder mijn ogen gebruikt heb, ga ik dan ook op mijn ogen gebruiken. Streepje aanzetten. Zo. Om dat uit te blenden kan je gelijk welke borstel gebruiken. Ik gebruik daar de eye flat voor, omdat ik dan straks mijn beige daar ook mee
aanzet. Maar dat kan mij gelijk welke was. Is een eye primer nodig? Ik vind van wel. Als ik mijn ogen doe, ga ik ook nooit zonder eye primer en zonder beige. Dat is gewoon een stap. Gelijk dat je elke dag een vers onderbroek aan hebt, ga je gewoon ook elke keer een eye primer gebruiken. En de beige. Dat zorgt ervoor dat je oogschaduw ten eerste minder in je lijntjes gaat kruipen op je ogen. En ten tweede ook dat de kleuren ook mooier gaan blenden op het moment dat je de volgende kleurtjes gaat aanbrengen. En ook dat de oogschaduw veel langer gaan blijven. Dus ik denk dat dat drie voordelen zijn die interessant genoeg zijn om toch elke keer die een stap te zetten. Het vraagt wat extra tijd, maar het kan er wel voor zorgen dat je oogmake-up look veel gemakkelijker loopt. Dat breng ik echt aan tot aan de wenkbrauwen. Een mooie basis. Dus dat is een losse beige in een potje. Je kan ook de lingerie gebruiken van de refillables of de beige uit palet 1 kan ook zeker aanvasten. Dat mag redelijk, moet niet precies zijn, zolang dat er maar overal een klein beetje zit. Voilà. Wat je nu ook kan doen, mascara aan en klaar om te gaan. Dan heb je echt een hele zachte, natuurlijke, alledaagse look. En je hebt je blush, je hebt wat warmte in je gezicht gebracht. Je hebt het geëgaliseerd en je ogen zijn ook wat opgefrist. Dus kan zeker en vast dat je gewoon hierna stopt. Ik ga natuurlijk verder doen. Hè. En ik ga starten met de karamel. En dan daarna ga ik de chocola doen. En chocola met karamel is nu eenmaal mijn lievelingschocolade. En iets dat voor mij zeker niet mag ontbreken op tijdens Valentijn. Dus voilà, vandaar dat ik die combinatie al had gekozen. Zoals ik in het begin ook al zei, is dit echt een ooglook die iedereen kan doen. Ik heb nu blauwe ogen, maar ook mensen met groene ogen, bruine ogen, kan zeker en vast allemaal. Hoe kan je bij het afpoederen onder de ogen vermijden dat poeder in de rimpeltjes kruipt? Vooral niet te veel poeder gaan gebruiken. Ik heb echt heel klein beetje van de poeder gebruikt om dan onder mijn ogen aan te zetten. En dan kan je bijvoorbeeld nog één keer met je vingers zo er mooi over gaan dat het zeker effen is en dat er niet te veel poeder ligt. Oh ja, Lisbeth, mijn zeezout erbij, amai, echt. Daar kan ik me echt ziek in eten. Zeker van bijvoorbeeld de Tony Chocoloni vind ik echt super lekker met karamel en zeezout. Fantastisch. Goed, dus gaan we beginnen met de karamel. Ik krijg er honger van aan te denken. Dat is een los kleurtje. Klein beetje een dekseltje gedaan. De Tapered Blender ga ik hiervoor gebruiken. Mijn tip bij oogschaduw is echt opbouwen. Gebruik niet te veel op je borsteltje van de eerste keer, maar ga liever 2 of 3 laagjes leggen dan dat je van de eerste keer alles wilt aanzetten. Want het is gewoon moeilijker om uit te blenden en je hebt een mooier effect als je beetje bij beetje gebruikt. Dus dit ga ik gebruiken in mijn arcadeboog. Daardoor wil ik mijn ogen wat vergroten. En door dus een klein beetje dat hier bij mij een beetje erover komt, wat perfect normaal is. Maar door dat in die arcadeboog aan te zetten, ga je schaduw brengen en ga je je ogen een beetje natuurlijk gaan liften. Voilà. Een tip dat ik daarbij wil meegeven, ik zie mensen altijd vaak hun ogen optrekken om dat te doen, maar dat zeker oké is om te starten, want je gaat hier het boogje aanzetten. Dus ik denk, Loes heeft het ook zo mooi gezegd vrijdag, het is als een ruitenwisser over en weer gaan en je volgt de vorm van je oog en dan ga je draaien en blenden. Maar wat je zeker altijd moet doen is je ogen ook eens ontspannen en recht voor je kijken. Want zoals je ziet heb ik nu bijna geen effect, dus dan ga ik altijd nog met mijn ogen ontspannen, een klein beetje hoger, zodanig dat ik zo ver kom als dat ik wil. Ja, Charlotte is inderdaad karamel in de arcadeboog. Voilà, en we gaan ruiten. Dus. Ik vond het een goede vergelijking, Lus. Zo, mooi over en weer. En ondertussen
wat draaien. Voilà, en als ik nu mijn oog laat rusten, zie je dat die schaduwkleur mooi op de arcadeboog is aangebracht en dat dat ook hoog genoeg is. Je mag zeker nog hoger gaan. Als je nog last hebt van overhangende oogleden, kan je die karamel nog iets hoger gaan aanbrengen. Hè? Om echt daar schaduw te creëren en dat we naar achter te zetten. Ik vind dat je toch een verschil ziet tussen mijn ogen, waarbij dat wat gelift wordt buiten mijn ander oog. Zo, en dan ga ik hetzelfde doen aan de andere kant opnieuw. Ik zet eerst mijn borstel een punt waar ik het wil aanbrengen. Dan verdeel ik het product en dan ga ik gaan draaien en over en weer. Ja, de arcadeboog is inderdaad geen gemakkelijke, hè, Aniek. Het is zoeken wat dat bij u ook het beste werkt. Ik denk als je echt last hebt van vooral hier overhangende oogleden, probeer dan dit punt als referentie te nemen. En ga bij je arcadeboog, bij het schaduwkleur dat je hebt, daar niet voorbij. Hè. Dus neem niet dit punt waarbij dat je dieper gaat gaan werken, maar probeer hier binnen dit kader te blijven, waardoor dat je vooral de focus slecht op dit stukje en zo op die manier liftend gaan aanbrengen. Ik heb een live workshop nodig daarvoor. Karin, bedoel je dan voor de arcadeboog? En Karin, voor de bruintinten, vrij hoog aanbrengen, is te weinig plaats. Goh, dan zou ik het echt, als uw wenkbrauwen dichter staan, zou ik het beperken tot uw lijn volgen. En een klein beetje daarbuiten gaan, dat je zo een klein effect hebt van de schaduw. En misschien dan iets minder met de warme bruine tinten, zoals de karamel, maar eerder met koele bruine tinten, zoals bijvoorbeeld de café, vind ik daar ook ideaal voor. Dat is ook een matte kleur, heel subtiel en vind ik ook wel een mooi effect. Ja, ik sta ook te trappelen voor de workshops. voilà. Goed, voor mij is dat voldoende. Gewoon even mooi die arcadeboog gaan aanzetten. Maar het is inderdaad zo, de karamel is een warme tint. Hè? Dus voor sommigen kan het beter werken om met bijvoorbeeld de café dat te proberen. Voilà, en dan gaan we over naar de chocolade. Ook een van mijn favorites. Ik vind dat een prachtig kleurtje. Dat heeft ja, zo wat een bruine ondertoon, maar er zit daar ook een beetje rood in. Normaal bij blauwe ogen, voor mij, echt zo die rode tinten, zoals framboise en zo, vind ik persoonlijk minder mooi. Ik heb het gevoel dat ik dan zo'n blauw oog heb of zo, door de combinatie met het blauw in mijn ogen. Maar deze, de chocola, kan ik wel echt gebruiken. Die vind ik echt heel mooi om te gebruiken. Dus ook een los potje, opnieuw hetzelfde, een beetje in een tekseltje. Om dat aan te brengen ga ik eerst een hele kleine borstel gebruiken, de Petit Precies. En die komt uit de luxe set. Welke borstel voor de ogen? Dus voor de voor te blenden heb ik de Tapered blender genomen. Vanuit de, zo. En dan nu voor het chocola. En eigenlijk voor de volgende stappen die ik ga doen, ga ik met deze Petit Precies werken. Een van mijn favoriete nieuwe oogborstels die er zijn. Zeker om ja, echt fijn te kunnen gaan werken. Dus ik ga een beetje opnemen uit mijn potje. En dan ga ik mijn oog in drie delen. Dus het binnenste gedeelte, het middenste gedeelte en het buitenste gedeelte. Het buitenste gedeelte ga ik donkerste kleur aanbrengen. En zo ga ik iets lichter en dan nog wat lichter. Dus de chocola ga ik gewoon mooi gaan deppen op het buitenste. Ik gebruik daar niet te veel voor, omdat ik liever dus opbouw en extra laagjes gebruik. En die ga ik dan een klein beetje echt zo in de vorm van mijn oog ook gaan aanzetten. Niet te hoog, niet zo hoog als het kleur dat je op je arcadeboog hebt gebruikt, maar daar net onder. Dat is mooi.
Ik weet niet of jullie de kleur goed zien, maar dat is dus zo, ja, een bruine met een rode ondertoon. Ja, de kleur van chocolade, hè. Zo. Stel dat je daar te zacht bent van kleur, die chocolade, zou je ook hier op het buitenste waar ik de chocolade aanbreng, zou je ook een gewoon zwart potloodje een paar streepjes kunnen zetten. Mag gewoon willekeurig een paar streepjes zijn in de buitenste ooghoek, enkel op het bewegende ooglid. En dan daarover de chocolade. En dan gaat de chocolade nog wat intenser worden doordat je daaronder een zwart gezet hebt. Zo. En dan neem ik dezelfde borstel als daarnet, maar een propere. En ga ik eventjes terug mooi blenden. Niet te veel. Voilà, meer moet dat niet zijn. Ik zal misschien aan de andere kant een keer tonen met het potloodje. Hè. Dus ik gebruik het zwarte potloodje. En dan ga ik gewoon een paar streepjes zetten. Mooi inkleuren. Dat is niet zo erg dat... Kijk, ik maak ook strepen en dun. dat komt goed met die oogschaduw erop. En dan ga je daarop met de fijne borstel, met de petit précis, ga je daarop de chocola gaan aanbrengen. Je ziet dat dat veel intenser is dan wanneer ik de gewone chocola gebruik zonder het oogpotloodje. Dus wat je het liefste wilt, wat je graag ziet, of dat wat natuurlijker of wat zachter mag zijn, of dat het net wat meer mag uitspringen. Zo. Voilà, dus kijk, iets donkerder, iets feller en de linkerkant is iets zachter. Hetzelfde als daarnet, propere borstel. En eventjes nog de ruiten wissen. En vergelijken. Bedoel je met de koper, de cuivre? Want dat is toch wel een heel andere kleur. De cuivre is echt meer naar de oranje toon en gouden oranje toon. En de karamel is, ik zal hem nog een keer openen, want hier ben ik dus wel mijn potje vergeten dicht te draaien, is meer echt zo een warme bruine tint. Ja. Voilà. Wat ga ik nu nog doen, is een beetje van die chocolade met dezelfde borstel aan de onderkant van mijn oog aanbrengen. Gewoon mooi op die wimperrand. Zodanig dat je de bovenkant van je oog gaat verbinden. Potjes dichtdraaien, ik weet het. Met de bovenkant. Voilà, zie. Zie, dat geeft een mooi effect nog. Hè. Dan, ik had gezegd mijn oog in drie stukken onderverdelen. Ik ga mijn borsteltje, ik ga dezelfde gebruiken, maar ik ga hem eventjes uitkuisen zodanig dat het overtollige poeder weg is in de clean brush. Heel handig als je maar één borstel wilt gebruiken of twee borstels, dan moet je dit altijd bij de hand hebben. Voor het tweede ga ik een refillable, ook opnieuw in de sfeer van Valentijn, de Aimable. Ja, vind ik dat daar heel mooi bij past. Daar zit er zo wat een glitter in. En Aimable is natuurlijk ook ja, met Valentijn een ideale. Hè? Zo. Klein beetje gebruiken, klein beetje opnemen op borsteltje en dat ga ik dan vooral van binnen op het middenste gedeelte van mijn oog gaan aanbrengen. Heeft zo een mooie subtiele glans en doordat dat ook zo wat een bruine ondertoon heeft, past dat heel mooi bij die chocolade. Lisbeth de Cannelloni, die is nieuw voor mij. Oké. <Okay. laughs> Ik dacht al op een kleurtje dat ik
gemist heb. Zo. Dus de aimable heel natuurlijk gaan aanbrengen. Dit kan je natuurlijk ook doen met de smudge brush. Hè. Kan er ook perfect mee. Die is iets groter dan de petit precies. Maar kan ook perfect. Voilà. En dan het allerbelangrijkste, wat we bij de champagne willen hebben, maar dat we niet, en nu verklap ik het al, wat we bij de chocolade willen hebben en wat we niet zonder kunnen, zeker niet op Valentijn en zeker niet als we binnen moeten blijven, is de champagne. Dus ik ga de ooglok afsluiten met champagne. Die zit in het paletje 1.0. Dat is deze kleur. Echt het kleur van champagne. Voilà, macaroni met cannelloni. Perfect. Ook hiervoor ga ik de kleine borstel gebruiken. Je kan daar heel goed mee in de ooghoek. Ja, het is inderdaad precies komen eten. In de plaats van Casual Tuesday make-up. En die ga ik hier mooi aan de binnenkant van mijn oog. Ook in het ooghoekje. Mag het. Voilà. Zo. En dan de andere kant. Zie welk mooi extraatje dat nog geeft. Hè? Ik vind echt dat dat... champagne maakt altijd alles af. Hè? Dus ook hier, de champagne zorgt dat het oog nog wat vergroot en wat frisser wordt. Gezelligheid in de acht. Zo. En aan de andere kant ook die champagne. Voilà. En dan gaan we hetzelfde gebruiken aan de onderkant, maar dan van binnen. We zien dat ik niet in mijn ogen zit. Champagne zou apart mogen uitkomen. Ja, dat volg ik, Charlotte. Een van mijn favoriete kleurtjes. Voilà. Dus zoals dat je ziet, laat je dat mooi overlopen in die chocolade. En kan je met deze borstel kan je echt zoveel doen. Hè? Dus die zit in, in de luxe sets van de eyebrushes. Maar het is ene die ik heel veel gebruik. Is zo klein, maar voor in de binnenkant te werken onder je oog. Je kan hem ook bijvoorbeeld gebruiken om een lijntje te trekken boven je oog. Voor mensen die misschien iets moeilijker hebben. Of waarbij dat mijn potlood gewoon niet zo evident is. Deze zit ook in deze set en die is nog fijner. Die zijn echt fantastisch om boven of ogen je ogen een lijntje mee te trekken. Dus een zekere must-have. Voilà. En dan ga ik gewoon nog een laatste keer de overhang met een proper borstel goed blenden. Heb je maar ene, geen probleem. Maak hem even proper en dat is klaar. Hè? Ik ga hierbij geen eyeliner doen. Ik wil het rustig houden in mijn ogen. Dat mag zeker. Je zou hier een bruine eyeliner bij kunnen combineren of een zwarte eyeliner. Ook de bronze eyeliner, de waterproof, zou hier heel mooi bij zijn. Maar ik ga dat nu niet doen, omdat ik vind dat mijn ogen voldoende aangezet zijn en dat het niet nodig is. Wat ga ik wel natuurlijk doen, is nog mijn wimpers heel goed aanzetten. En ik wil vooral mijn wimpers laten spreken. Daarvoor ga ik eerst een lash primer gebruiken. De lash primer zorgt ervoor dat je wimpers gevoed worden. Zorgt ervoor dat ook je wimpers verlengen. Dus een win-win denk ik dan. Hè? Al die voordelen voor één stapje extra. Kan die ook 's avonds aanbrengen voordat je gaat slapen. En er zit, doordat er een natuurlijk groeiserum in zit... gaat dat heel voedend gaan werken voor de wimpers. Zo. En dan ga ik de volumineux opnieuw mijn favorietje. Zo. De zwarte kan ook even goed met de bruine, dan blijft het wat zachter, maar ik wil echt mijn wimpers laten spreken. Dus gebruik ik de zwarte. Goed aan die wimperrand aanzetten.
En dan mooi alle wimpers. Ja, de lash primer mag je 's nachts op doen. Dat is geen enkel probleem. Het is een natuurlijk product. Mineraal. Dus kan zeker geen kwaad. Voilà. Dat doet toch veel, hè, die wimpers. Als je dan ziet. Zo. Dan de andere kant. Ik zit een beetje ver van mijn telefoon, waardoor dat wat op het gevoel is. Dank je. Zo. Dan nog heel lichtjes een tweede keer. Aanzetten. Klap. Ah nee, ik dacht dat ik gemorst heb, maar het is oké. Okay. Voilà, dat is allemaal klaar. Is die veel beter als de mineral mascara? Oh, ik vind de mineral mascara ook zeker goed. Mijn voorkeur gaat naar de volumineuze, omdat ik vind ja, dat die toch een klein beetje zo die extra geeft. Extra volume, de naam zegt het zelf. Dus ja, ik vind het wel een meerwaarde. Maar de mineral mascara is ook zeker... zeker. Ik ben blij dat er veel mensen zeggen de kleurtjes gaan aanbrengen. Geen mascara beneden. Goh, ik vind door zo wat te knipperen, dat er automatisch een klein beetje al mascara. En als ik dat doe, heb ik redelijk snel, omdat mijn velletje hier dicht bij mijn wimpers komt, dat er zo puntjes komen. Misschien... ja, doe ik het niet gewoon, maar bij mijn wimpers vind ik dat snel dat ik zo wat plekken krijg. Maar mag zeker ook onderaan. Hè. Ik heb mijn onderoog meer aangezet door die chocolade, waardoor dat je ook al dat mooie effect krijgt. Hè. Zo. Dank je, Martin. Dat is een mooi compliment. Dat is leuk. Want uiteindelijk zit hier toch ook maar achter hun camera te babbelen tegen jezelf. voilà, ik ben aan het nadenken. Afsluiten met de lipjes. Alle lipstift kan hier nu bij. Je kan hetzelfde gaan door een Zedora op je gelaat. Maar je kunt ook, stel dat je wat feller wil, de Amoureux bijvoorbeeld, of de Merlot kan zeker. Ik heb nu vandaag casual houden en redelijk natuurlijk. Ik ga het plum potloodje gebruiken. En daarmee ga ik enkel en alleen het randje even aanzetten. Zo. De vorm van mijn lip volgen. Oké, okay, nu kan ik even niet praten of ik ga daar buiten zitten. Dus ik ga echt op het randje van mijn lip. Als je lip een beetje wil vergroten, kun je daar net boven gaan. Dat is nu wat vreemd. Ja, de Amoureux is heel mooi, maar ik heb hem nu niet bij mij. Oh, tjoe, hij ligt nog boven. Anders, ja, ik had hem moeten bijhouden. Sorry, Brenda, ik heb hem niet bij mij op dit moment. Voilà. En ik ga, om in thema te blijven, ga ik voor de bonbon gaan. Ik denk dat mijn Valentijn met veel chocolade en veel snoepjes zal zijn. Maar ja, een mooi natuurlijk glosje die mooi past bij het plumpotloodje. Dat ziet er nu heel getekend uit, maar door de lipgloss te gaan toevoegen, gaat dat mooi samensmelten. Voilà, dat wordt dan mooi één geheel. Oké. Voilà, ik denk dat ik er ben. Als afsluiter kan je nog een keer de fixeur erover doen. Om ervoor te zorgen... pardon. Amai, ja. Charlotte.
Ik heb mij volledig. Ja, inderdaad, het is de Cubardon. Ik ben dus niet een thema, maar Cubardon is ook lekker. Even goed als Bonbon. Voilà. Nee, jij zei juist, Charlotte. Ik was verkeerd. Het is inderdaad de Cubardon. Goed opgemerkt. Goed bij de les. sorry, Cubardon dus. Voilà. Zo, dus de fixeur kan je nog aanbrengen om ervoor te zorgen dat het mooi de hele dag blijft zitten. Of de settingpoeder. Ik ga nu bijvoorbeeld de mat eventjes aanbrengen. Ik doe dat ook met de powderbrush. Zo, mooi opnemen. Dus ik denk dat ik al een paar borstels dubbel heb gebruikt vandaag. Voilà. En die ga ik vooral op mijn T-zone aanbrengen. Dat is de plaats waar ik het meeste begin te blinken. Dus dan die matte helpt dan om dat een beetje in balans te houden en zorgt er ook nog een keer voor dat de make-up langer blijft. Charlotte is goed bij de les, dankjewel. Voilà. Welke kleurtjes voor de ogen? Dus even samengevat, de beige om te starten, dan de karamel in de arcadeboog, dan de chocola op de buitenste kant, aimable op de van binnen en dan de champagne in het ooghoekje. De huidverzorging is van Licami, die ik gebruik, en een combinatie met La Roche-Posay. Die twee producten gebruik ik heel graag. Zo, voilà, dan ben ik klaar. Ik zou zeggen voor de mensen die in de 100% fan fanpage zitten, 100% Forever, als jullie de ooglook ook eens proberen of de look proberen, post dat dan zeker daar. Gaat dat sowieso niet af door het mondmasker. Ik vind door die settingpoeder mat te gebruiken op het einde dat dat veel minder is. Ik vind dat mijn make-up echt veel langer blijft zitten. Eens dicht tonen. Ik weet niet of dat goed gaat lukken met de lichtinval. Ja, ik denk dat het hier iets beter ziet. Hè? Dus het is bruin met zo wat een rode ondertoon. Oké. Fijne avond iedereen. Dank jullie wel om weer zo talrijk aanwezig te zijn. De video komt zeker ook online, dus dan kan je het hergebruiken. Ja, niet dan moet je de chocolade gaan kopen. Hè? Oké, blij dat jullie fan zijn. Nabootsen met kleuren uit palet 1 en 2. Ja, de champagne zit in palet 1, dus dat kan je zeker gebruiken. De kanel is gelijkaardig met de karamel, dus dat kan je ook zeker gebruiken. Palet 2. De Adore zou je kunnen gebruiken voor de aimable. Dat trekt er ook wel, heeft wel dezelfde stijl. En dan de Inspire kun je misschien wel vergelijken. Dus de Inspire Adore en dan de Champagne. Zou je combineren met de Canel als je die twee paletjes hebt. Dankjewel. Graag gedaan. Met veel plezier. Oké, als er geen vragen meer zijn, dan ga ik hier afsluiten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dag.